Goeiedag, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag heb ik een andere video voor jullie, namelijk hoe voer je een push-up uit, een goede push-up. Nu de sportscholen natuurlijk dicht zijn, wordt er veel thuis getraind en dat is natuurlijk goed. En de push-up is daar waarschijnlijk een belangrijk onderdeel van, omdat het heel makkelijk te doen is thuis natuurlijk. En wat je heel veel ziet, is dat push-ups op heel veel verschillende manieren uitgevoerd worden. Verschillende verkeerde manieren. Zoals je hier nu in beeld te zien gaat krijgen, zijn allemaal verkeerde manieren van het uitvoeren van een push-up. De ene keer staat de handen te hoog, de andere keer gaat je nek helemaal naar voren of hang je je onderrug. Allemaal foute manieren en geen goede uitvoering van de push-up. Wat ik nu laat zien in beeld is een goede uitvoering van een push-up. Ik doe het expres zonder shirtje, zodat je precies kan zien wat er met de spieren gebeurt. In bovenste positie strek ik helemaal uit. Mijn schouderbladen gaan helemaal rondom mijn bovenrug naar buiten. En dat doe ik omdat je dan je zaagvormige spier, zoals je hier op de afbeelding kan zien, ook aanspant en gebruikt en traint. Die spier loopt vanaf je rug richting je borst, hecht aan op je ribben en loopt net onder je borst door. Waardoor je borst meer naar buiten kan komen als je het vaker traint. En het ziet er natuurlijk tof uit. Bij het naar beneden zakken gaan eerst mijn schouderbladen naar achteren. Dan zak ik helemaal tot de grond. Mijn borst tikt net de grond aan en mijn bovenbenen ook. En ik blijf helemaal recht. Mijn nek gaat niet naar voren, ik hang niet in mijn onderrug. Mijn handen staan op borsthoogte. Noem maar op. En dan druk je rustig weer naar boven. In die hele uitgestrekte positie. Dat is belangrijk om een zo lang mogelijke bewegingsuitslag te maken. Doe je dat niet, heb je gewoon veel minder effect van die hele oefening. En druk jezelf een klein beetje naar voren. Zoals ik laat zien, mijn handen staan op borsthoogte als ik laag ben. Mijn handen staan nog steeds op borsthoogte als ik hoog ben. Ja? Probeer het op deze manier uit te voeren en ik garandeer dat je minder push-ups gaat kunnen dan je normaal zou kunnen. Misschien kan je de 20, 30, 40, 50, misschien wel 60 achter elkaar uitvoeren. Ik denk dat het een stuk minder zou worden als je op deze manier de push-ups zou uitvoeren. Maar je hebt veel meer effect. Nou, dit was de video. Vond je hem leuk? Geef een duimpje, geef een like. En druk op die bel als je geen enkele andere video meer wil missen. En abonneer je natuurlijk even op mijn kanaal Bodyproof Calisthenics. Mijn naam is Martin Kokken vanuit de gym Houten. Succes met trainen en tot de volgende keer.